Hallo lieve mensen van Banjotown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag spelen wij het verlepte broertje van Minecraft, Unturned. Ik ben overigens pittig ziek, dat is de reden waarom de video veel later online is dan bedoeld is, maar hey, er is een video. Overigens ben ik ook dusdanig ziek dat mijn hele gezicht zo'n beetje uit elkaar valt. Ik wil jullie dat zicht besparen, dus daarom doe ik speciaal deze aflevering zonder facecam. Het spijt me, mensen die heel graag naar mijn gezicht kijken. Ja, het ziet er gewoon echt niet uit. Het zag er al niet uit, als je denkt, wauw, Rikje was al lelijk. Nou, moet je je eens voorstellen hoe ik er nu uitzie. Verder is de video een stuk later, omdat ik vandaag met Jury Mooiman... Je weet wel, een van die andere gasten van Banjotown naar een fanmeeting was in Amsterdam om daar fans te meeten. Dat is natuurlijk best logisch voor een fanmeeting, maar daar hebben we ook een nieuwe Rick's avonturen opgenomen. Het hele idee van Unturned is, het lijkt een beetje op Minecraft, maar er zijn ook zombies en je moet spullen verzamelen om zombies te doden en je te verdedigen. Zoals deze hoed. Ik heb een strohoed op, moet je zien. Wow, dit is mijn mannetje momenteel. Ik bedoel maar, dat ziet er goed uit. Je kan heel veel pistolen vinden, bijlen, dat soort shit. Je bent af wanneer je doodgaat. Oh, ik heb iets gevonden dat ik neer kan zetten. Het zit eruit als een soort trap of zo. Ik ga het gewoon even hier ergens neerzetten of zo. Ik heb geen idee hoe dit werkt, maar het is iets. Wat is het? Gewoon even een vraag. Wat ben ik aan het neerzetten? Is het iets? Ik heb geen idee. Maar doet niet uit. Je moet je in ieder geval verdedigen van zombies. Zolang je niet doodgaat, gaat alles goed, denk ik. Hier, nog meer mooie kleding. Ik doe het aan. Kijk me gaan. Ik zie er lekker uit vandaag. Ik heb net een paar minuutjes gespeeld. En in die paar minuten ben ik ongelooflijk vaak dood gegaan. En daar ben ik aan de ene kant stiekem ook wel weer best wel trots op. Ik heb nu een kettingzaag. Wow, die is dood. Die is kapot. Het zou best kunnen dat de zombies, net zoals in heel veel zombiefilms, afkomen op het geluid. Dus een kettingzaag gebruiken is misschien niet de makkelijkste manier. Heb je nog een mooi mesje? Korn, ook hartstikke fantastisch. Wat is dit voor moois? Een gaar tv-ding. Nog meer mooie kleding. Helemaal prachtig. Een pijl voor je pijn en boog, denk ik. Ja, het is een vage game. Maar deze game is momenteel gratis. Ik herhaal alle Nederlandse kijkers. Gratis te downloaden op Steam. Wie zegt er nee tegen een gratis game? Nou, misschien iemand die heel veel geld heeft en heel weinig vrije tijd. Die zoiets heeft van leuk. Zo'n gratis spel, maar ik heb wel betere dingen te doen. Ik heb in ieder geval een kettingzaag. Ik sloop zombies. Hey vriend! Ik sta achter je. Dam, dam, dam. Ik heb geen idee of ergens nog je experience bijgehouden wordt. Ik neem aan van wel. Anders is het ook zo lullig als ze zeggen, je hebt zoveel experience. Je hebt zoveel experience, dat je er dan niks mee kan. Wat ik eigenlijk eventjes wil, is een goed wapen. En wat besta je onder een goed wapen, Rick? Oh, gewoon een wapen dat niet zuigt. Een wapen dat niet zo hard zuigt dat ik denk, waarom zuig je zo hard? Dus dat. Vandaag was ik dus naar de fanmeeting. Verder ben ik ziek. Misschien willen mensen nog weten wat voor ziek ik dan heb. Ik heb keiharde hoofdpijn, dames en heren. Ik heb vandaag al 5 paracetamol mijn mik gedouwd en 1 ibuprofen. Wat ongeveer een soort hardcore paracetamol is. Een beetje de heroïne onder de paracetamol. Heb ik in mijn bek gedouwd. En ik heb nog steeds knallende koppijn. Dat ik een YouTube video aan het opnemen ben is al een klein wonder. Maar ik hou van jullie. Met heel mijn hart. En andere dingen zoals endeldarm en andere darmen. Ik heb momenteel zo'n koppijn. Ik wil niet eens denken aan andere darmen. Maar ze bestaan. Wat deze game ook heel tof maakt is dat je ook voertuigen hebt. Om in te rijden. Wat doe je anders met voertuigen? Daarnaar kijken? Kom op zeg Rick. Je hebt auto's en daarmee kun je ook over zombies heen walsen. Ja, eigenlijk heeft het game nog niet echt een doel. Vergelijk het met een Minecraft. Wat voor doel heeft Minecraft? Gewoon plezier hebben. Girls just wanna have fun. Speel gewoon de game zoals je dat zelf chill vindt. Maak alles dood en geniet. Leef je leven. Eens even kijken, wat hebben we hier? Een mooie broek. Hier een mooi aardappelzaadje. Hier vinden we een kruisboog, zo te zien. Of is het geen kruisboog? Ik heb geen idee. Dat hebben we allemaal voor moois bij ons. We hebben pijlen, dat is fijn. We hebben een compound bow. Hoe gebruik ik die? Want ik heb nu zeg maar mijn mes op 1 staan. Kun je dat omwisselen? Heb ik dat nu omgewisseld? Ja, ik heb nu de compound bow. Ik heb maar 1 kogel. Dat is een beetje onhandig. Oh, wat is dit? Crossbow. Missing space. Ik kan de compound bow droppen. En dan kan ik gewoon deze crossbow oppakken. Wat?
Hoe drop ik die comp? Ik dacht dat je die comp aan boven kon droppen. Ik dacht dat er een manier was om die te droppen, zeg maar. Drop. Ja. En dan pak ik gewoon de crossbow op. En dan kunnen we hiermee keihard één zombie doodmaken. Wauw, amazing. Oké, hier is wel een groot huisje. Ja, toen ik net eventjes speelde, vond ik echt heel veel extreme wapens die extreem zijn. Hopelijk kan ik mijn pijl weer teruglooten. Ik moet zeggen, het gaf een pittig goed gevoel om die gast dood te schieten. Ik wil mijn pijl terug. Hé, lul. Ga eens bier halen. Ik heb mijn pijl gepakt, denk ik. Ligt hij er nog? Zit in ieder geval geen pijl in mijn pijl en boog, kan ik je vertellen. Ik wil mijn fucking pijl terug. Waar is dat fucking ding? Ik had hem toch opgepakt? Oh shit, nou vraag je erom, zombie. Shit. Je ziet trouwens links onderin dus mijn stats. Ik heb een dorst, ik heb een honger, ik heb een health, ik heb een alles. Hey, oh, wow, rustig. We gaan even gauw dit gebouw in. Hallo dames en heren, ik ben Rick van YouTube. En ik heb spullen nodig, zoals een t-shirt. En hier is een nieuwe pijl. Hartstikke mooi. We switchen even gauw terug naar onze pijl en boog. Nou ja, ik wou zeggen, nou ja, pijl en boog. Ik heb een pijl, ik heb een boog. Ik keur hem helemaal goed. Nog een paar messen. Gewoon om lekker mensen mee te steken. Dat is ook één van mijn hobby's. Naast YouTube-video's maken, steek ik mensen in mijn vrije tijd, in de kleine pauze. Wat hebben we hier allemaal dan? Oh, een backpack. Kun je waarschijnlijk meer dingen meenemen? Noem je een gekke strohoeden. Ik geloof het wel, game. Ik geloof het wel. Wat hebben we hier allemaal voor moois? Schofield clip. Ah, extra arrow. Kan ik wel gebruiken. Ik ben toch wel echt een pijn en boog kind of guy. Ah, man. Ik heb zelfs mijn botten gebroken. Kom op. Wat kinderachtig. Sinds wanneer kan een man niet van één hoog naar beneden springen? Jezus. Oké, dan. We gaan verder op avontuur. Dam, 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 dam. And my heart is a ghost town. Pom, 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 pom. Oké, laat maar. We trekken door het grote woud. We trekken naar voren. We trekken... Oh, shit. Omdat ik mijn botten gebroken heb, kan ik niet meer rennen. Ah, man. Maak mij maar dood, hoor. Maak mij maar dood, zombies. Het boeit me helemaal niks meer. Al mijn botten zijn kapot. Wat moet ik nu? Aha. Een grote stad. Ik zal deze stad overnemen. Met mijn pijl en boog. Mwahaha. Ik kan beter dingen doodmaken met mijn kettingzaag in eerste instantie. Ik heb eigenlijk geen idee of die kettingzaag oneindig te gebruiken is. In een normale kettingzaag gooi je vaak diesel of whatever. Benzine. Haja! Wow, die is kapot. Even gaan we met de pijl en boog. Die pijl en boog? Dat is gewoon een fijn gevoel. Dat is... Pat. Waarom mag ik die pijl niet pakken dan? Dat is mijn pijl. Man. Man. Even een headshot maken hoor. Oh, eerst herladen. Dat is wel een goeie. Wat? Ik had toch meerdere pijlen? Opeens schiet hij weer geen pijlen. Dit pijl en boog ding is echt een mysterie hoor. Hé. Hey, doe eens niet. Dankjewel. Zou je level up kunnen gaan? Zou die mogelijkheid bestaan? Niemand weet het. Ik ga het uitvogelen voor jullie dames en heren. Ik weet niet of ik het al vermeld had, maar deze game is gratis op Steam. Voor alle mensen die in Nederland zijn, ik herhaal, gratis op Steam, gratis! Het is misschien niet de beste game die je ooit gespeeld hebt, maar het is wel de meest gratiste game die je ooit hebt gespeeld. Nou, ik ben allemaal lekkere etenswaren. Ik heb wel een beetje honger en dorst. Canned bacon. Hartstikke mooi, nog een beetje frisdrank. Even kijken hoe dat kan eten. Hoe drink ik dat? Op mezelf gebruiken. Aha! Lekker hoor. Heb ik niet heel toevallig iets van pleisters bij me ofzo? Dat zou heel fijn zijn. Gonna roll up bar. Tonijn. Graan. Wat leuk. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ik denk dat we eerst gewoon even schaal op weg op zoek moeten naar meer wapens. Hé, hey, ga eens niet door mijn raam heen. Stel dat je aso's. Verder ziet het bloed er wel erg realistisch uit vooral. Vooral hij met zijn hoofdje alle kanten op bengelt. Doe me gewoon denken aan mijn jeugd. Dat vind ik mooi. Hé, hey, mijn botbreuken zijn weg. Hoera! Hoera! We gaan even gauw de computerzaak in. Oh nee, de hardware. Dat is zeg maar waar je hamers koopt en zo. Hardwarezaak koop je hamers en dat soort troep. Dus hé, hey, ik denk dat we hier goede shit kunnen vinden. Zoals een hamer. Toepasselijk. Oh mijn god! Frits! Waarom doe je dit? Wat zijn dat? Spijkertjes? Oké okay, dan. Tape. Hartstikke mooi. Ik ga een sekstape maken. Snap je hem? Sekstape. Nope. Een zaag. Interessant. Ja, het rare is, er zijn zoveel goede wapens in deze game. Gewoon echt wapens. Weet je wel, pieuw, 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 pieuw. Maar die vind ik niet. Ik vind alleen maar wapens voor melee. Ik wil gewoon een sniper hebben. En dan dingen doodmaken. Hard ook nog. Wat is dit? Oh, een snoepreep. Dat is belangrijk.
Oh, je bent net gewoon geweest, joh. Oké, we gaan even schouw omlopen. Echte mannen lopen om. Ken je dat boek? Ik ook niet. Zijn er nog zombies in de buurt? Joehoe. Ja, best is gewoon normale huizen doorzoeken. Weet je, in winkels kunnen we niet echt heel snel pistolen vinden en zo. Iedereen heeft wel een echt pistool in huis, dus dat komt goed uit. En een beetje bloed. Of is het nou tomatenketchup? Niemand weet het. Ja, behalve de maker van deze game. Wie heeft zijn hockeystick op de schommel laten liggen? Nou, ik was het niet. Want ik heb geen schommel. En geen hockeystick. Dat zijn dikke hints. Oké, dan. Shades. 50 Shades of Grey. Snap je? Ik ook niet. Namelijk, ik dacht misschien snap jij het. Haha! Pistooltje. Doe maar met dat pistooltje, dames en heren. Ah, ik heb ook nog een ander pistool gevonden. Dat is die crossbow. Zo, pistooltje erin. Hotse flotse. Heb ik nou die crossbow wel nog bij me? Ik snap echt helemaal niks van hoe dit hele... idee... Hoe werkt dit? Snapt iemand dit? Heb ik die shades nou op? Ja. Kijk hoe ik eruit zie. Best wel badass. Hoeveel kogels heeft dit ding? 9 kogels. Daar kunnen we even mee door. Of hij heeft 6... kunnen er 6 in een magazijn. En ik heb er 3. Dat kan ook zo zijn. Zou ik dit benzinestation kunnen opblazen? Dat zijn belangrijke vragen in een mensenleven. Boom! Oh god, nu komen ze op me af hoor. Boom! 1 schot, 2 kills. Poeh! Oké, mijn wapen is leeg. Kut leven. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hij is dood. Hartstikke mooi. Het zijn er nogal vele ondertussen, jongens. Veel fans. Wel gezellig natuurlijk. Hartstikke gezellig. Maar het begint een klein... Oh mijn god! Waarom doe je dat? Ik dacht dat je dood was, mijn jong. Ah, ik ben weer aan het doodbloeden. Kent u dit probleem? Oh nee! Help! Ik bloed dood! Bel dan snel. 111. 111. Is er toevallig een dokter in de zaal? Een dokter die geen zombie is? Want ik bloed dood. Ik lig straks in de goot en dat vind ik niet zo mooi. Oh, hier is een apotheek. Daar is vast iets te doen aan doodbloederitis. Ah, een dokter! Even niet slaan, politieagent. Ik ben de wet. Rot op. Oké, dan. Hier kan ik vast wel iets van een medpack vinden. Tenminste, dat hoop ik. Anders zijn we dood. Tablets. Zou dat het zijn? Ik hoor een zombie. Oké, we gaan even hierheen. Tablets. Hij komt eraan! Oh, fuck. 11% leven, dat is niet zo goed. Ik ben geen kenner, maar dit gaat niet goed. Waar zijn die tablets? Waar zijn ze? Hier. In de hand. Pistool weg. Pillen erin. Ik ben dood! Man. Ik ben dood. Dat is jammer. Denk ik. Ik denk persoonlijk dat het best jammer is dat ik dood ging. Oké. Oeh, wat is dit voor moois? Kunnen we hier een vliegtuig pakken? Dat zou de game gemakkelijk maken. We stelen een vliegtuig, prakken hem in een gebouw en we leven nog lang en gelukkig. We leven nog lang. En misschien gelukkig. We leven nog. Wat is die zombie nou weer aan het doen? Het lijkt wel alsof hij een soort hondje is of zo. What the fuck? Is het mogelijk hier binnen te komen? Waarschijnlijk is het wel mogelijk, maar is het niet meteen de bedoeling als je de game begint dat je meteen een vliegtuig steelt? Ik weet het niet. Deze game was gratis. Dat is alles wat ik weet. Rick, wat weet je van Unturned? Hij was gratis, dus ik speel hem nu. Want ik heb geen zin om voor iedere XXL gameplay een nieuwe game te kopen. Ik sla je met mijn vuisten, gemene boef. Fuck jou, met je hoofd. En zo. Kom op. Hij is dood. Hij dropt. Een hockeyclub, denk ik. Ik ben geen fan van hockey. Ik ben geen fan van clubs. Maar ik ben fan van deze hockeyclub. Hey. Hey. Hey, doe eens niet. Oh mijn god, sla me niet. Het gaat moeilijk. Ik ben nu al 25% van mijn levens kwijtgeraakt. Ja, het had eigenlijk helemaal niet gehoeven. We gaan even hier naar binnen, denk ik. Oh shit. Echt allemaal mooie spulletjes. Mooie spulletjes. Fuck. Ga eens dood, jongens. Kom op. Als deze twee gasten even doodgaan, kan ik even rustig alles gaan looten. Maar hier zijn nog meer mensen, geloof ik. Je zou kunnen zeggen dat ik mij in de problemen heb gewerkt. Dat zou je kunnen zeggen, als je dat wil. Hey, mijn helft loopt langzaam weer vol. Voor de fans van helft dat langzaam vol loopt. Mijn helft loopt langzaam vol. Jongens. Hoe zouden jullie het vinden om mij zeg maar niet te slaan? Daarover nagedacht, misschien een keer in de groep gegooid. Toppie. Oké, dan. Ik leef nog. Dat is al heel veel voor mij. Even gaan we alles rustig bekijken. Een zaklamp. Hartstikke mooi. Als je van zakken of lampen houdt. Daaronder ligt een hamertje. Het is vast beter dan we nu hebben. En nog een keer zo'n leuk wapentje. Oké, dan gaan we even naar G.
Dat is een golfknuppel zeker. Nee, een hockeystick. Oké, dan. En een baseballbat. Ik vervang even een van de twee voor die prachtige pistool. Prachtig. Er zitten 5 kogels in. Kun je 5 mensen flink mee doodmaken. Daar is een stuk touw. Geen idee waar ik dat voor nodig heb, maar ik touw van jou. Ha, ha, ha. Oké, dan. Deze gast moet gewoon even dood voor de grap. Later, nerd. Ha, ha, ha. Maar krijg je minder XP als je met je... Hoezo heb je nou in één keer... Ja, precies. Een hartstikke mooie hunkbalknuppel vast. Hunkbalknuppel. Dat is een nieuw woord. Ik heb het zojuist uitgevonden. Hunkbalknuppel. Wat is het precies? Ja, dat weet ik ook nog niet. Hé, doe eens niet. Hé, vriend. Nee, ik heb rechten. Oké, die is dood. Een sledgehammer. Dat is fijn. Oké, we vangen deze even met een sledgehammer. Waarom zie ik er zo raar en naakt uit? Misschien omdat ik raar en naakt ben. Oké. Kan ik misschien nog wat kleren vinden hier? Zo'n hard helmpje. Zo'n construction helmet. Ja, prachtig. Doen we het voor. Ik heb hier nog een can. Yes, we can. Can. Oké, laten we nu een vliegtuig stelen. De tijd is gekomen. De tijd is rijp. Om een vliegtuig te stelen, denk ik. Kan het? Dat is de grote vraag natuurlijk. Hé, doe het niet. Oh, hij leeft nog. Het leeft. Oké, dan kan ik een vliegtuig stelen? Tuurlijk niet. Het is ook te mooi om waar te zijn. Wat hebben we hier voor moois? Oh nee, meneer. Rustig maar, meneertje. Meneertje, koek en peertje. Oh nee. Waar komen jullie vandaan, jongens? Waarom zo boos? Die agressie is niet nodig, hoor. Bam. Yes. Ik leef nog en dergelijke. Nou, we kunnen dus geen vliegtuigen stelen. Dit is de grootste teleurstelling van vandaag. Is binnen. Dat is fijn. Dan kan de game vanaf nu alleen maar meevallen, toch? Precies. Wat is dat voor moois? Aha! Mooie bouwvakkerkleding. Nu lijk ik op jou, zombie. We zijn vrienden. Oké, ik schiet jou dood. Helemaal geen zin in dit gezeik. Hoppa! Ja? Dit is mijn laatste kogel. Oh, hij leeft nog! Kut. Boom! Huh. Oké, ik heb nog maar 28% gezondheid. En dat is niet zo gezond, meid. Wat gaan we hier aan doen? Ik heb meerdere opties samengesteld op een A4'tje. Oké, eigenlijk is het een A3'tje. Ik heb gelogen. Oh nee, ik geloof dat een A3'tje groter is dan een A4'tje. Heb je weer wat geleerd? Een A5'tje is weer kleiner dan een A4'tje. Dus dat. Ik word helemaal moe van al te praten met de mond. Ja, het is echt, je zou eens moeten weten kijken hoe vermoeiend het is om een XXL gameplay op te nemen. Zoals de naam van de XXL gameplay al zegt, ze zijn, redelijk XXL. Daarmee bedoel ik, dat, ja, dat ze best wel tijd om te maken en zo. We kunnen even kijken of we deze gasten dood kunnen maken door gewoon heel raar rondjes te lopen. Ik ben net achtergekomen dat een van de zwaktes van de zombies rondjes is. Ze houden gewoon niet zo van rondjes, gewoon niet zo goed opgelet bij wiskunde of zo. I don't know. Gewoon rondjes rennen, dan slaan ze je toch niet, joh. Hé, doe eens niet. Jongens, kom op, we hebben manieren. Denk ik. Ik heb manieren. Zou die ook eens moeten proberen? Boom. Kijk, die zijn dood. We kunnen even gauw die fantastische controletoren in. Voor de gezelligheid. We controleren even op gezelligheid, denk ik. Oh shit, nu komen die zombies op me af, maar heb ik geen renenergie meer. Dat is een beetje onhandig. Van die kruipdingen, die zijn... Oh, kak. Op het vliegtuig, Rick. Snel. Ik ben dood. Yay. Woo. Ik ben er weer. Een nieuwe kans. Een nieuw begin. Een nieuwe dag. Waarop ik zing. Ik maak je dood. Met mijn hamer. Met mijn vuist. La 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 la. Eén nacht alleen. Oh, dat is van Doe Maar. Nou, zoek het maar op. Lijkt een nummertje, hoor. Doe Maar. Eén nacht alleen. Oh god. Dat is een leger. Het leger. Krijgen we dat gezeik weer? Dat is heel knap. Ik doe met. Krijgen we dat gezeik weer? Alsof ik dit stuk van de game al 10 keer gespeeld heb. Maar dat is helemaal niet waar. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus hey. Dat is gezellig. Wat is dat? Ik weet niet. Een blue smoke. Fuck jullie! Wow! Ziek! Goede graphics en zo. Oké. We gaan even gauw ergens naar binnen om een wapen te pakken. We kunnen ook deze auto pakken en daar wat zombies mee doodrijden. Hey, doe eens niet. Nee, fuck, ik wil dus overrijden. Duw me niet. Ik zit vast. We zitten vast. Jongens, de auto ligt niet meer op de kop. Hij lag eventjes op de kop. Waar de fuck zijn we? De auto staat in de fik. De auto gaat ontploffen waarschijnlijk. Aan de kant. Ik hoop dat die zombies doodgaan. Oh, ziek.
Er is er eentje dood. Het is geen massamoord geworden, maar er is iemand overleden door de explosie. Ik vind het helemaal mooi. Oh, fuck, fuck. Snake, ik juke jullie allemaal, jongen. Oh, dat is wel een goed mes trouwens. Oké, we hebben hier een militair uniformpie. Het ging beter dan verwacht met die auto. Ik leef nog, dat is belangrijk. Ik heb een militair vestje, militair... Oh, nog eentje, ook helemaal goed. Nog een mooi mes. Voor de mensen die fan zijn van messen. Zandzak, geen idee waar je dat voor nodig hebt, maar ik heb er eentje hoor. Stel, er komt een levensbedreigende situatie waar ik, Rick, een zandzak nodig heb. Nou, dan heb ik er alvast eentje. We kunnen nog een keer een auto pakken. Het is met zo'n auto mogelijk om over mensen heen te rijden als je een beetje een goed aanloopje hebt namelijk. En dat is gewoon fijn. Zie je die gast daar? Zie je die gast daar? Ik zie hem hoor. Plat. Je had er geen XP voor, denk ik. Oké, we juken ze gewoon weer. Old school style. Chaga! Chaga! Wada! Wada! Zo, die is kapot. Oeh, een green smoke. Hartstikke mooi. Oh shit, ze zijn met een team. Zou je kunnen zeggen. De nacht begint te vallen. Ik heb zo'n gevoel dat je in deze game nogal druk krijgt in de nacht. Maar dat kan aan mij liggen. Ik ben geen kenner, maar... Oeh, een uitkijktoren. Kijk uit! Een uitkijktoren. Dat is mijn andere wapen ook alweer. Nog een mes! Oh shit, oh shit, oh shit. Ren! Ik ga op deze trap, denk ik. Ja, oké. Okay. Fuck it. Fuck it ook gewoon maar. Ik heb geen idee of ze me hierop kunnen volgen, maar ik ben in ieder geval hier. Ik lig vast iets van een sniper of zo. Oké, okay. Kom maar. Kom maar omhoog. Oh, dat durven ze niet. Nice, nice. Ik blijf wel hier wachten in mijn eentje. Oké, okay, ik ga maar naar beneden. Ik ga al! Verdorie. Oh, fuck! Ik wil die green smoke! Ik ren al weg. Nog een mes. Ik heb echt een heleboel messen meegenomen. Dus Rick, wat heb jij vandaag geleerd bij het militaire kamp? Nou, dat ik heel veel messen heb. Oh, wat een wijze levensles. Steek er een! Steek een bitch! Steek een bitch! Chaga! Chaga! Heb je nog een mooie smoke voor me? Nope, oké. Okay. Wat je ook kan doen met deze auto's, in plaats van zombies overrijden en daarna je auto crashen, is daadwerkelijk met je auto door de wereld heen reizen. Ja, de wereld bestaat dus grotendeels gewoon uit kampen en in ieder kamp kun je loot vinden. Maar je kan ook gewoon met je auto lekker op een avontuurtje gaan. En gewoon lekker ergens anders heen gaan. Zoals waar ik nu heen ga. Ik weet niet waar ik heen ga, maar het wordt een avontuur als je dat maar weet. Oké dan. Hartstikke mooi. Een kruising! Oeh, dat is altijd spannend, denk ik. Hoop ik. De avond valt, het wordt donker. Mijn lievelingskleur is onker. Onker is als groot als een kleur. Is onker een kleur? Pff, geen idee. Dat zijn de problemen van het leven. Niet weten of onker wel of niet een kleur is. Ja, dat is moeilijk. Hoe kan je met jezelf leven? Trouwens, hier rechts onderin hoeveel benzine we nog hebben. Niet zo heel veel meer, kan ik je vertellen. Boom, boom. Het is fijn. Hier geniet ik van. Yes, ik leef nog. Oké, de auto staat weer in de fik. Doe eens niet, auto. Waarom is de lucht zo rood? We steken hier even een bitch. Hopla. Oké, wat dropt die voor moois? Ook een mes. Prachtig. Hebben jullie nou allemaal roze shirts aan of lijkt het alleen maar zo? Hé, hey, niet slaan, vriend. Oh, fuck. Het zijn er heel veel. Dit is wat je noemt een heuse fanclub, maar dit is wat je noemt een glijbaan. Oké, fuck. Fuck my life. Hier is een nieuwe wagen. Politiewagen. De wagen van de politie. Mag ik alsjeblieft wegrennen en niet dood? Fuck. Kut, 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 kut. Snel, Rick. Wat een legendarische ontsnapping. Rij alle brandweermannen aan. Nu het nog kan. We kunnen nu een paar rondjes rijden en iedereen doodrijden. Dat is wel een goeie. Ik heb wel het gevoel dat hoe verder je bent... Wow, daar ontploft in één keer een ambulance, geloof ik. Voor mij, hoe later het wordt in de game, hoe meer zombies te spawnen. Ik heb hier een heuse fanclub. Hey! Zo ging het vanmiddag ook op de fanmeeting in Amsterdam. Daarom was ik snel weer thuis, hè. Je kent het wel. Je rijdt gewoon over al je kijkers heen. Ik heb niet eens een rijbewijs. Daarom reken ik over ze heen. En dan ben je snel thuis. Ik ga gewoon rondjes rijden tot mijn benzine op is. Wat een goed plan. Oké, we verlaten nu dit stadje. Ik vind het hartstikke kut hier. Doei, nerds! Ik ga wat anders doen. Een andere roeping. Wel interessant dat zeg maar, als je zodra je niet in de stadjes zit, in de kampjes, dan zie je bijna helemaal geen zombies meer. Oh, is wel grappig. Is mijn auto leeg? Heb ik gewoon nog een auto hier? Sweet trade, bro. Oh, cool, een toren. Prachtig. We hebben even gauw wat extra iets van levens nodig. Iets waardoor we levens krijgen. Misschien als onze voedselbalk volledig vol zit dat we wat meer krijgen. Maar voor nu, even kijken of we misschien hier binnen misschien iets van pilletjes kunnen vinden ofzo. Ik had wel iets van levens misschien. Oh nee, valt wel mee. Ik heb echt heel weinig bij me momenteel.
krijg je als je vaak doodgaat. Oh, shit. Shite. Oh, die is dood. Wat heeft hij bij zich? Een mooie honkbalknuppel. Prachtig. Is het vast wel ergens een ingang hiervan? Ja. Dat hebben we allemaal. Flashlight. Hartstikke mooi. Lijm. Oké dan. Een blauwe poncho. Natuurlijk. Ik geef eens gauw een trappetje op. Kijken wat voor gevaar er boven huist. Ik hoop gewoon heel erg een sniper met 100.000 kogels. Dan kan iedereen dood en kan ik lekker verder slapen. Hey! VC! Bij Casey! Oké, nou, we zijn boven. En wat vinden we daar? Shit. Juke hem. Kom op, Rick, juke hem dood. Bam! Yes, hij heeft lime bij zich. Limewire. Kan dit aan? Is hier iets te doen? Zeg maar. Of heb ik alleen maar voor niks helemaal naar boven gegaan? Oh, kak. Nee. Rustig maar. Ik viel in één keer van die trap af. Het is een beetje zoals in Minecraft als je valt bij ladders in de buurt. Je kan altijd nog even je schouder ladder vastpakken en geen damage nemen. Helemaal fantastisch. Oké, toppie. Daar ben ik flink duizelig van. Helemaal mooi. 10 van de 10. Beste gameplay ervaring sinds nooit. Even denken. We zijn hier met de auto. We kunnen gewoon weer verder met ons auto-avontuur. Als we daar zin in hebben. Ja, daar hebben we wel zin in hoor. We nemen even lekker deze auto. Een lekker wit pedo-bestelbusje. Daar passen vast veel kinderen in. Hoop ik. Ik hoop dat er veel kinderen in passen. Oké, even niet tegen die andere auto aanbeuken. En we zitten daar vast. What the fuck? Klein vraagje voor de liefhebbers. What the fuck? Hij kan ook echt nergens meer heen. Hoe deed ik dat? Ik toeterde net. Oh. Hey! Nou, ik heb zojuist twee problemen tegelijk gecreëerd. Kan ik ze niet even uit elkaar duwen ofzo? Kom op, dit is toch niet cool? Wow! Ik heb geen idee wat ik zojuist heb gedaan, maar ik heb weer iets opgelost, denk ik. Waarom is hier in één keer het hele gebied verlicht? Huh? 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 Ik snap er niks meer van. Ah, daar is een benzinepomp. Daar kwam ik net vandaan trouwens. Dat is het irritante stadje. Ach. Soms moet je dingen doen die je liever niet doet. Zoals dat ik een YouTube kanaal heb. Ha. Kut leven. Oké, we gaan even terug naar het fantastische stadje. Steek iedereen dood. Stelen hun spullen. Redden de wereld. Boom. Dat is hoe het leven werkt. Ik ben een beetje een uitgetrapte hond. Ik ben net thuis van die YouTube meeting. Helemaal kapot. Want mensen willen met je op de foto. Nou, dat vraagt veel van je hoor. Moet je er natuurlijk fantastisch op staan op iedere foto. En dat stond ik hoor. Met mijn rotte paracetamol kop. Maar dat is me gelukt. En ja, daar word je gewoon heel moe van. En heel verdrietig vooral ook heel erg. Dus ja, dat. Oh god, ik zie echt niks. Jullie zien nog helemaal niks. Alhoewel, jullie zien net zoveel als ik. Alleen dan... Ja, misschien hebben jullie gewoon hele slechte ogen ook nog eens. Dan zie je echt helemaal niks meer. Laten we hier proberen nog een auto te nakken en die gewoon niet de prak in te rijden. Laten we proberen een auto te nakken en die vervolgens niet keihard te prakken. Laat een nerd... Oh, fuck. Fucking zombies die je duwen. Ik heb hier geen tijd en zin in. Man, waarom doe je dit? Yay. Hij rijdt weer. Waar de fuck ben ik? Ben ik op het dak? Hoe de fuck ben ik op dit dak gekomen? Huh? Ik mag de tijd weer skippen naar de dag. Is het niet mogelijk om iets van een tukkie te doen of zo? Een beetje zoals in Minecraft. En ik heb allemaal botten weer gebroken. Het is weer zover. Oh, die kleine zombie die ik totaal niet zie, sloopt me. Oh man, ik wil wel respawnen, maar dan wel even in de dag. Wat ik ook kan doen, is misschien suiciden en hopen dat het weer dag wordt. Home of respawn? Heb ik een home? Oh. Nog een keer, yes. En als ik respawn doe? Respawn at a spawn point. Hartstikke mooi. Oh. Is er niet een manier waarop ik de nacht kan skippen? Ik vind de nacht prachtig. Echt toppie nacht. Maar ja, je ziet zo weinig op YouTube en zo. Wat we ook even kunnen doen is... Het volgende. Namelijk naar het hoofdmenu van de game. De game heeft namelijk nog een ding. Je hebt naast Spy, die ik net speel, ook Yukon. Yukon is net iets anders. Want in Yukon
speel je in een sneeuwwereld. Mwa, is wel mooi, we zitten nu halverwege de video op 29 minuten. Om dan even te switchen naar een sneeuwwereld. Het is exact hetzelfde, alleen zijn we dan dus in een sneeuwwereld. Een wereld van sneeuw. En heel veel zombies. En ja, er zijn veel meer... In de echte wereld heb je natuurlijk heel veel steden en zo. Hier heb je dat veel minder. In de sneeuwwereld heb je gewoon heel veel sneeuw. Niks. En dan opeens uit het niets. Als je denkt dat alle hoop verloren is. Opeens een blokhut. Het is gewoon, ja, blokhut. Iedereen doodmaken. Volgende blokhut. Iedereen doodmaken. Volgende blokhut. Niet iedereen doodmaken. Maar dat is zielig. Oké, dan. Dat heb je hier voor moois. Een zaklamp. Oké, dan. En een yellow flare. Oké, dan. Hey, val me niet aan. Fuck. Mes. Ik steek je dood. Wat is dat? Yellow Tok, is het een petje? Ik heb geen idee. Ik doe dat aan hoor. Ik heb geen idee waar ik allemaal aan pakken ben, maar ik vind het allemaal helemaal top. Geen idee wat dat is. Allemaal tof. Hoe zie ik eruit momenteel? Ja, dat zijn petjes. Oké, dan. Ik kan ook dingen droppen trouwens. Ik heb een mes vast. Helemaal goed. Ik kan iedereen doodjuken nu. Oh, we kunnen een boot pakken hier. Fantastisch. Eerst even gauw deze man doodsteken. Hey lul. Ik steek je door je hart en ziel. Prachtig. Hier is een jetski. Hier is een bootje. Ik ga voor een bootje, natuurlijk. Hier is een wortel. Hartstikke belangrijk. Broek. Hartstikke belangrijk. Kan ik hierin varen? Is dit mogelijk? Nee, niet bepaald. Dan maar plan B. Operatie jetski is in volle gang gezet. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik naar elke vrouw. Nou, eigenlijk niet, want ja, what the fuck. Dat is toch gewoon niet normaal? Je gaat er niet zomaar, hey, toet, vrouwtje. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik in ieder geval niet. Aha! Het grote iets. Yo, schep ik met mijn scooter. Oh, dit bochtenwerk van dit ding is wel veel fijner dan de gemiddelde auto in deze game. Dat is hartstikke fijn. Oh, hij sprong. Wat een zieke move. Rijd deze gast ook nog even dood, alsof het niks is. Pats. Echt, lekker bochtenwerk gewoon. Oh nee, het ding begint nu al te roken. Ja, je weet wat ze zeggen over roken. Het is niet goed voor je. Het is ook niet goed voor dit ding. Ha. Ik rijd nog een keer ergens tegenaan. Dat is hier. Ik wil dat het ding gaat fikken. Oh fuck. Oh, steek hem alsjeblieft, Rick. Steek hem harder! Nee, ik had. Oh! Zo. Ik had gehoopt dat het ding in de fik zou vliegen. En dat mensen er dan bij zouden staan. Kan ik hem lekker kapot maken? Ja, hij begint wel harder te roken volgens mij hoor. Dan wil ik dus zo'n zombie vijand gozer richting dit ding lokken. En hem dan in zijn gezicht laten exploderen. We kunnen even kijken of hier... Oh, shit. Rick, daar moet je wegwezen, denk ik, jongeman. En ik ben dood. Nou, het was een leuk plan, in principe. Oh, we gaan dingen dood maken. Nou, het ging niet zo goed. Waar de fuck begin ik, als ik even vragen mag? Een soort witte vlakte, die wit is en vlak. Vooral. Ga ik momenteel vooruit? Maak ik momenteel meters? Ik heb geen idee. Zin over uitzichtloos kutleven dan. Een gigantische witte vlakte met geen flikker te zien. En ik neem damage door de kou ook, volgens mij. Toppie. Ik dacht dat ik ergens in de verte bomen zag. Ja, die kant op. Die kant zit vol hoop, dacht ik. Hallo, bomen? Ik ben Rick. Ik kom in vrede. Ik heb een YouTube-kanaal met redelijk weinig kijkers. Help me. Help me, bomen. Help me. Oké, dan. Top. Toppie. Kopie. Oh, daar is een sneeuwdorp. Iedereen moet dood. Wat? Weet je, met zo'n houding is het ook logisch dat die zombies zo agressief zijn, Rick. Waarom bak je niet gewoon een keer samen een taart? Of iets anders leuks. Ik neem nu al gewoon vet veel damage omdat het zo koud is. Wie heeft dit verzonnen? Een biome waar het fucking koud is. En je neemt al damage omdat het zo fucking koud is. Ik heb niet eens de kans gehad om kleren te vinden. Maar die bewakerszombie gaat helemaal omlopen mij te vinden. Haha, nerd. Ik sta hier. Oh shit, hij komt achter ons aan. Ja, hartstikke gezellig dit. Alleen ik heb wel even snel een wapen nodig, anders gaat hij ons DOOD maken. En dat is geen soort lekkere tomatensoep, dat betekent gewoon dat je niet meer leeft. Aha, een blikje. Een heel lekker blikje, met lekkere blikjes inhoud. Oké, dan shit. Wat is dit? Ik weet niet wat het doet, maar ik zet het daar neer. Oké, dat doet niet zoveel. Het redt in ieder geval niet mijn leven. Een stuk touw!
Nice. Nee, het doet helemaal niks. Ik dacht, ik neem het gewoon even mee. Vind ik handig. Oké, we gaan echt dood ieder moment. Oh, dat zijn armen die door de dingen heen steken. Hartstikke mooi, we rennen hier even gauw langs. Heeft iemand toevallig nog iets van een wapen liggen of zo? Zou namelijk best wel gewaardeerd worden. Oh, hier is een klein hokje. We moeten maar hopen dat dit wat wordt. Ah. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oké, shit. We gaan dood of niet soms. We kunnen ze proberen te dollen door middel van zieke rodeo moves. Maar waarschijnlijk gaat dat niet lukken en dat is dan hoe we doodgaan. Helemaal toppie. Als er nou gewoon geen mensen bij komen en ik alleen met deze vier gasten vecht, zou het in de vers mogelijke mogelijkheid mogelijk moeten zijn te overleven. Ik ga niet overleven, maar het zou moeten kunnen. Hè? Deze gast ook nog even verdienen lesje leren. Hey, doe eens niet. Boom. Oké, ze zijn allemaal dood. Niemand had waarschijnlijk gedacht dat het me zou lukken, maar hey. Doe even gauw een broek aan. Altijd handig. Zaklampie. Oh, ja, het probleem is ook vooral dat ik sterf door de kou momenteel. Wie heeft deze koude wereld vol pijn verzonnen? Oh, mijn helft gaat weer een beetje omhoog en het loopt weer leeg. En helemaal prachtig dit. Ik moet even een lekker warm huisje vinden. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt waarvan ik houden kon. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Oh, een petje. Misschien houdt dat tegen de kou, weet je wel. Lijkt mij persoonlijk, als je kleren aandoet. Dat is denk ik wel je beste beschermt tegen de kou. Die ene kou die me over enkele seconden gaat vermoorden waarschijnlijk. 3% health. Ik wacht gewoon even rustig. 1% health. 2% health. 0% health. Incoming! Waarschijnlijk wel. Ik ben warm. Ik voel me zo warm als ik maar warm zijn kan. Kijk naar mijn levensbalk. Een gemeen spel speelt zich af. 0% health. 1% health. Nee! Dus dat. Hé, een blokhut. Die heb ik nog niet eerder gezien. Yeah! Oh nee, niet meteen de vries dood. Kom op, man. Vries droog brood. Moeilijk dit. Aha. Kleding. Hartstikke fijn. En een wapen. En nog een wapen. Kijk, nou komen we ergens, dames en heren. Oh nee. Boom! Hij leeft nog. Fuck! Mijn leven. Wat? Hij is dood. Heb ik eindelijk een wapen? Oh, fuck. Hij wil niet dood. Kom maar met dit wapen. Oh, die is leeg. Huh? Huh? Dan sla ik hem aan voor zijn gezicht. Hey! Dus niet. Zo. Hartstikke mooi. 69% health. Perfecto. Wat is dat? Pick up corn. Ah, dan kunnen we even eten, denk ik. Misschien krijg je er nog een beetje health erbij. Geen idee hoe dat werkt. Krijg je er health van? Niet eens. Fucking corn. Ik heb wel een axe gevonden. Dat is fijn. Master key. Ik kan ze omwisselen dus. Ik kan deze even neergooien. Hoeveel kogels heb ik daarvoor? Eentje. Tof. Altijd fijn om een wapen te hebben met één kogel. Ja, voor als je gewoon denkt dat je heel goed kan schieten bijvoorbeeld. Zoals ik. Nou, dat is maar één manier om dit op te lossen. We pakken de jetski naar de tering en verder. Woehoe, we gaan over het water heen. Jolee, jolee, jolee. Ik kan dan, zoals ik al zei, ik kan best wel lang door met deze dingen. Dus hey, ga lekker op avontuur uit. Hier is iets te doen, denk ik. Hallo, jij bent dood. Pak dat ding zo naar binnen. Oké, we gaan hem wel weer even in de fik laten vliegen. Nieuwe tip. We gaan dit ding laten exploderen, maar dan zonder zelf dood te gaan. Ongelofelijke gameplay komt eraan. Boom, die is dood. Oké, dan. Ik wil even iemand doodmaken met een explosie, maar het lukt niet echt, weet je wel? Weet je wel, ken je dat? Ken je dat probleem? Ik namelijk wel. Oké, we komen zo meteen daar terug. Ik ga even gauw hierheen. Hier is vast ergens nog zo'n huisje met een zombie. Ik prak hem tegen dat huisje aan. Dood alle zombies. Pak de Nobelprijs voor de wereldvrede. Je kent het wel. Nee, we moeten botsen. Hij moet in de fik. Hij moet in de fik. No. Hij moest in de fik. Oké, we gaan even heel gauw deze zombie afschudden door heel snel achteruit te gaan. Aan de kant, lol. En als je voor me gaat kruipen, ik rijd keihard over je heen, vriend. Oké, aan de kant. Aan de kant, dankjewel. Ga maar daarheen. 3, 2, 1. Hij leeft nog. Nee. Stout. Hij is dood. Oeh, een mooi shirt. En ik ben weer aan het doodbloeden. Dat is echt het kutste. Ik heb geen idee hoe ik het stop. En hey, er zit het plekje waar ik net ook was, of niet dan? Nee, want die liggen gewoon op broeken en zo.
Lekkere broekies. Klein probleem, Houston. De jetski. Weet je nog die jetski die we hadden? Waar we zo lekker mee gingen jetskiën? Ken je die jetski nog? De jetski? Ja, die is kapot. Dus dat. Oh, ik had niet eens door dat ik dood ging. Lieve kijkers van Banjo-Town, het spijt me. Dit zal de eerste XXL gameplay worden sinds het terugkeren van Banjo-Town die ik hier gewoon beëindig. Ik heb het gevoel alsof ik de game gewoon in zijn volledigheid heb laten zien. Er is niet veel meer dat deze game te bieden heeft dan wapens verzamelen, zombies doodschieten en zelf doodgaan. Je kan ook online spelen en players doodmaken. Kijk, dan begint het echt super interessant te worden. Ik bedank jullie gewoon voor het kijken van deze aflevering. Als jullie zoiets hebben van deze game is fantastisch, je kan hem gratis downloaden op Steam. Als jullie zoiets hebben van Rick, ga dit spelen op je eigen kanaal. Dat zou ik best willen doen. Reageer dan eventjes. Dan maak ik gewoon een aflevering. En dan kan ik per aflevering 5 keer doodgaan. Dankjewel voor het kijken van deze XXL gameplay. Tot de volgende aflevering. Als die ooit komt. Tuurlijk komt die ooit. Hopelijk volgende week zondag. Maar dan wel gewoon om 4 uur. Dankjewel voor het kijken. Doei!